Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met een van de directeuren van Hugo Boss Benelux, Jens Wim Hoyer. Via wat zakelijke omwegen belandde Jens enkele jaren geleden in Nederland. Nu is hij onze eerste gast. Luister naar een gesprek over de impact van natuur op leiderschap en hoe je een wereld kunt openen door kwetsbaarheid. We zijn begonnen. Hoe spreek je achternaam eigenlijk uit? Wim Hoyer. Wim Hoyer. We lopen eigenlijk op verzoek van Jens midden in Amsterdam in een park, in het Westerpark. Ben je hier wel eens geweest, Jens? We doen hier soms hardlooprondjes met collega's doorheen, maar niet door de volkstuin zelf. Dus dat concreet is ook een nieuwe belevenis voor mezelf. Want inderdaad, we zijn hier wel in het Westerpark, maar in een van de bijzonderste eigenlijk en rustigste plekken van het Westerpark. Dit zijn de volkstuinen of het tuinpark Nut en Genoegen. En voordat ik dit gesprek begin en even ga vragen wie je eigenlijk bent, wil ik even iets voorlezen over deze volkstuin. Het is ooit begonnen, het is ooit opgericht in 19e eeuw, begin 20e eeuw. Dat was echt voor arbeiders. Toen waren de omstandigheden van de arbeiders waren, verschrikkelijk te noemen. En in die tijd kwamen er ook mensen op en die zeiden daar moeten we wat aan doen. En een aantal vooraanstaande sociaal betrokken liberalen trekt zich dat dan ook aan. En het bijzondere is dat wat zij zeggen is dat een wezenlijk onderdeel van dit denken, van dit liberale denken over de verbetering van het leven van deze arbeiders is dat behalve het voorzien in een goede, betaalbare woning, het belang ook dat wordt gehecht aan de rol van de natuur hier voorop staat. Vast staat dat we niet zonder de natuur kunnen. Of het nu om de schoonheid gaat, of het verbonden zijn met iets dat groter dan de mens is. Doet het iets met je, zo'n omschrijving van wat natuur is of kan zijn? Ja, absoluut. Kijk, wij mensen nemen onszelf altijd heel belangrijk. Maar op zich zijn we eigenlijk alleen maar onderdeel van de natuur. En als je bedenkt hoe lang wij leven en hoe lang de aarde al draait en wat met de natuur sindsdien is gebeurd, dan word je zo'n beetje op je plek gewezen. En dat is soms wel nodig, denk ik. En hoe word je op je plek gewezen? Kijk, in het zakelijke, dan heb je vaak van die kleine, middelgrote of grote drama's. En dan denk je, dat moet je nu oplossen, anders stopt de wereld te draaien. Maar dan moet je toch maar even in zulke momenten, of als je naar de natuur kijkt, begrijp je eigenlijk dat misschien toch niet zo belangrijk is als je het zelf maakt. En dat de wereld niet gaat stoppen te draaien. Dus natuur ook als vorm van relativering? Absoluut, absoluut, ja. Kun je iets vertellen over jouw weg, over jouw startpunt en misschien waar je nu bent? Nou, een beetje over mezelf vertellend. Ik ben 47. Ik ben 11 jaar geleden voor een tijdelijk project van 1 jaar naar Nederland gekomen. Nou, nu, zoals ik het zeg, dat is niet gelukt. Het was dermate leuk hier dat wij als hele familie hebben besloten om hier te blijven. Ja, wat was er zo leuk? Wat was er zo leuk in Nederland? Dat is moeilijk om in één zin te proppen, maar A, wonen we hier in een heel bijzondere omgeving. Wij wonen zelf in Haarlem. Dus daar heb je natuur, je hebt de zee, je bent dicht bij Amsterdam. Dat is en je hebt wel nog een heel mooie stad nog daarbij, dus dat was al een cadeautje. Maar het is ook een beetje de mentaliteit van de mensen. Het is, heel plat gezegd, in Duitsland is het glas bij veel mensen half leeg. Ja. En ik vind bij meer Nederlanders, tenminste gemiddeld, is het glas half vol. Dus er zit een positiviteit in het volk die mezelf bijzonder aanspreekt. Ja. Oké, even voor iedereen. We lopen nu wel in het rustigste plekje in het Westerpark. Maar wellicht dat jullie hier nog een
ambulance horen of een trein die voorbij komt. Dus dat is het geruis op de achtergrond. Maar we gaan steeds weer meer de rust in. Oké, maar goed, dankjewel Jens. Ik onderbrak je ook in je verhaal. Je kwam voor een project naar Nederland, maar je bleef 7 jaar geleden. En toen? Nou, destijds werkte ik al voor een modebedrijf, dat was Max, die ja, van Nederlands afkomst zijn. En ben dan nog verdere 8 jaar bij Max blijven zitten. Wat een heel interessante periode was met verschillende eigenaren, van oprichter tot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Private equity tot aan het einde, en dat verliep helaas niet zoals gepland. Dan ook met de curator. Dus dat was een wilde reis over de jaren met Max. Maar dat was mijn reden in principe om naar Nederland te komen. En dat was dan gewoon op een bepaald moment afgerond. En dan ging de reis verder. Maar ik ben toch in de mode blijven hangen. Kan je voor mij schetsen wat voor jou goed leiderschap inhoudt? Nou, leiderschap is eigenlijk geen status. Leiderschap is een manier van interactie met anderen. Dus hopelijk, als je leiding geeft, als je manager bent, ben je ook een goede leider. Maar in principe, denk ik, gaat het meer erom dat je als leider... of je leiderschap toont door andere mensen te inspireren, andere mensen te triggeren om nieuwe wegen te gaan en in principe zelf leiderschap te tonen. Ja, dat is eigenlijk mijn definitie van leiderschap. Ja. Dus dan gaat het ook heel erg over de mens. Je geeft natuurlijk leiding aan mensen, maar die wil je triggeren en inspireren. Ik kan me voorstellen dat wil je dat doen, zul je er toch echt voor moeten zorgen dat je eerst zelf getriggerd en geïnspireerd bent. Dat klopt. Dus op welke manier vind jij inspiratie? Door veel communicatie met andere mensen, ook feedback opvragen bij collega's, bij je medewerkers. Om jezelf continu te blijven verbeteren, dat is één manier. Lezen is ook een interessante manier om aan je leiderschap te werken. Er zijn heel veel boeken natuurlijk over leiderschap. Dus je moet niet het wiel zelf uitvinden. Je kan ook van andere heel slimme mensen die het op papier gebracht hebben leren. En dan ook gewoon momenten van rust proberen te vinden, waar je voor jezelf ook wat je zo deed en wat je wil doen kan revue laten passeren. En dan kom je snel weer bij de thematiek natuur terecht. Wat een toeval. Ja. je noemt het al. Natuur, rust. Op welke manier vind je natuur en vind je rust? En hoe gaat het in zijn werk? Ik persoonlijk hou van de contact met de natuur in de ochtend. Dat heeft op de ene kant een praktische achtergrond. Later in de dag, of tijdens de dag is het moeilijk. Later in de dag heb je natuurlijk ook familie waar je voor wil zijn, of sociale verplichtingen. Maar in de ochtend betekent wel vroeg opstaan. Ja. Maar dan kan ik wel een moment voor mezelf pakken. En het mooie is, in de ochtend is de dag nog fris, is de natuur nog fris, ze wordt wakker. En dat is gewoon iedere keer een mooie belevenis om dan de natuur in te gaan. Wat ik dan hardlopend doe, is wel ook een beetje efficiëntie daarbij, dan ben je ook nog lekker aan het sporten. Maar dat bevalt wel en dat is een bron van kracht die ik daaruit trap. En daar zit dus ook hardlopen, bewegen in. Dus ik kan me niet... Jens die zal niet snel zo'n hardloopapparaat op zijn zolder zetten om daar te gaan sporten? Nee zeker niet. Nee. Ook hardloopschool, dat is voor mij niks. Het is wel lekker buiten zijn. Het is gezond om buiten te zijn.
gewoon ook leuk om bij het spoor te, ja, op de natuur te letten en wat om je heen gebeurt. Ja. Is dat altijd, als ik voor mezelf spreek bijvoorbeeld, ik woon al een tijd in Amsterdam. Voel mezelf een enorm stadsmens. Denk dat ik die prikkels nodig heb. Denk dat ik daar mijn energie van krijg. Maar toen een paar jaar geleden liep ik Krullermuller in. Of eigenlijk de tuin. En ik stapte uit. En ik voelde als het ware de prikkelingen en de spanning van een soort oorsuis werkelijk. Van mijn hersenen dalen langzaam tot mijn voeten. Voor mij was dat echt pas een paar jaar geleden echt het moment dat ik wist dit is dus wat ik nodig heb. Dit is dus meer dan stilte. Er gebeurt iets meer. Heb jij zo'n moment gehad of heb je altijd een connectie gehad? Gebeurt eigenlijk in golven. Ik vind ook het stadsleven mooi. Maar en dan zit je ook in een ritme. Het is, de takt gaat heel snel. Dus dan opent zich ook de natuur niet zo voor jezelf. Het is wel dat je een beetje tijd ook soms nodig hebt om tot rust te komen en dan echt van de natuur te kunnen genieten. Dat kan tijdens een vakantie zijn. Dat kan, maar ook gewoon tijdens een lange wandeltocht zijn. Hè? Dus ik denk, je moet wel wat prikkels uitschakelen. Ja. Het zal voor mij bijvoorbeeld zonde zijn met hoofdtelefoons door de natuur te gaan wandelen. Dan hoor je de natuur niet. Dus het gebeurt niet zomaar. Je moet het ook, je moet ervoor openstaan, denk ik. Maar de natuurlijke aha-erlevenis, dat is er niet één geweest waarvan je zegt, dat was nou het moment. Wel, er was wel eentje. Bij rond 2 jaar geleden heeft me iemand aangeboden mee te doen bij een zogenoemde leiderschapstrail. Dat was van de FNL, Foundation of Natural Leadership. En daar ga je met een groep leiders, die iets met leiderschap te maken hebben, dat kan van alle kanten opgaan. Ga je met een groep mensen, we waren 10 plus 2 begeleiders of coaches en een berggids, zijn we voor 8 dagen de natuur ingegaan. En dat was dan wel wat ik dan eerder zei van even de prikkels uitschakelen. Dus bij het uitstappen van de auto aan de voet van de berg was het inleveren van je mobieltje, van je horloge. Ja. Eigenlijk van alles wat aan ons moderne samenleving herinnert. En dan zijn we de natuur ingegaan voor 8 dagen. En dat was deze directe en heel verdiepte contact de natuur in. Het was ook echt een plek in Zwitserland waar, ja, eigenlijk, wij kwamen volgens mij 4 mensen tegen in die 8 dagen. Dus het was echt teruggetrokken, natuur puur. Dat was wel voor iemand die zo in de Randstad woont, wel een heel bijzonder erleveniservaring met heel veel nieuwe inzichten. Kan je daar misschien één moment uithalen of één inzicht uithalen ook? Ja. Nou, het waren eigenlijk heel veel inzichten, moet ik eerlijk zeggen. En eentje, die heeft dan, dat was niet direct in de context van de natuur, maar ik denk de natuurlijke en rustige omgeving heeft het gefaciliteerd. Was er dan een groep van, ja, we waren 13 mensen in totaal, die elkaar 1 keer daarvoor hebben leren kennen. Ja, dus het waren eigenlijk complete strangers. Maar deze groep, die had behoeftes, die wilde iets delen, die wilde met een probleem opruimen. Dus iedereen had zo zijn rugzakje. En deze groep, door zich open te stellen, heeft een bepaalde band met elkaar creëert die ik zo in die manier nog niet had beleefd. En dat was deze ervaring, als je jezelf openstelt voor anderen, hoeveel je dan terugkrijgt. Dat was wel een van de aha-belevenissen waar je om vroeg. En dan misschien nog de andere. Het was ook vaak kregen we van, ja, ik zeg maar, kleine opdrachtjes. En dan was het ook maar gewoon een dagwandeling zonder te praten. En vaak kom je in gesprekken terecht waar het, ja, je luistert, maar je wil ook iets meedelen. En dan ben je heel bezig met een bepaalde thematiek. Maar het kan een beetje oppervlakkig blijven. Maar als je maar echt een dag niet
communiceert of alleen maar met jezelf communiceert, dat was ook nieuw voor mezelf. Ik zal me niet de meest extroverte mens op aarde noemen, maar je hebt toch altijd iemand om mee te praten. Daar komen ook andere inzichten in je omhoog. En als je dan in principe rond een berg van 3000 meter wandelt en je komt de natuur tegen en je let op kleine details waar je zo anders niet naar kijkt, komen opeens ook inzichten omhoog als wat we eerder hadden van je bent alleen maar een klein onderdeel van iets heel groots. Ja, een natuur die zich over decennia of miljoenen van jaren evolueert. En dat brengt opeens dingen een beetje in perspectief. Dus daarvoor is natuur zeker belangrijk. Mooi. Ik zou bijna alweer in de val willen trappen dat ik alweer bezig ben met mijn volgende vraag. Maar misschien, na wat jij ook hebt gezegd, is het ook wel boeiend om 1 minuut in stilte even te luisteren naar de stilte in midden in Amsterdam. Mooi. Ja? Goed, mooi idee. Wat valt op? Nou, opeens hoor je de vogels, hoe mooi ze kunnen zingen. Je ziet natuurlijk ook veel wat niet over het microfoon gaat. Vlinders te vangen met een microfoon is een beetje moeilijk, maar wel ook mooi om te zien. Laten we het niet proberen. En gewoon ook het geluid van wind die door de bladen in de boom gaat, is ook een ontzettend rustgevend geluid, vind ik. Want je vertelde de openheid die je met mensen hebt gedeeld, waarschijnlijk ook de kwetsbaarheid die daar mee te maken heeft, dat heel veel brengt. De natuur. Hoe vertaal je dit naar je dagelijkse bezigheden, misschien ook naar je privé of naar je leiderschap? Merk je dat dat invloed heeft of merk je dat dat lastig is? Invloed? Ja, zeker. Lastig? Ook. Het is de invloed of wat ik had meegenomen van die reis de bergen in was dat het heel, als je jezelf kwetsbaar opstelt, zoals je het noemt, en mensen iets persoonlijks van je meegeeft, als je daarmee een gesprek opent, ook is het een zakelijk gesprek of zelf een functioneringsgesprek, noem maar op, dus ook in een formele omgeving, dan bereik je door een band te zetten met je tegenover, kan je op verschillende lagen ook met elkaar communiceren. En kan je eigenlijk veel meer uit die interactie met die persoon halen. Vaak krijg je het cadeautje teruggegeven. Dan wordt ook iets persoonlijks van de andere kant gedeeld. Gebeurt niet altijd. Maar ik moet zeggen, meestal. En het maakt gewoon de interactie met je collega's of met je zakelijke contact veel interessanter ook. En nou, op zakelijk gebied lukt het eigenlijk sindsdien duidelijk beter. Wat lukt beter? De interactie met gewoon collega's, maar ook
klanten, ja, met wie je ook te maken hebt. Ik heb thuis ook de 3 pubers, dus ik dacht, dat ga ik daar ook proberen. Nou, je zal denk ik kunnen zeggen, het lukt beter, maar dat heeft natuurlijk zo zijn hele eigen uitdagingen. Omdat hij nog in een vroege stadium van persoonlijkheidsontwikkeling zitten en hun eigen protocol volgen, wat niet altijd het protocol van de ouders is. Wel een heel natuurlijk protocol. ja, zeker. Maar met een vleugje humor en ook zichzelf niet altijd zo serieus nemen, lukt dat inmiddels ook duidelijk beter. Oké, dus in die zin, een leiderschapscursus is breder dan het zakelijke en goed aan te raden. Ja, absoluut. Ja. En als je, je ziet dus de wisselwerking vanuit de inspiratie die je nou houdt, of dat uit natuur, of uit rust, of uit kwetsbaarheid is. Misschien 10 jaar geleden zat je er anders in. Als je nu vooruit kijkt, of naar het nu kijkt, vanuit het nu naar het vooruit kijkt. Wat kan er nog verbeteren? Of wat is de grootste uitdaging? De grootste uitdaging is dat ik vaak nog steeds denk te weten hoe het beter kan. Ik achteraf kijkend naar bepaalde situaties voel ik vaak dat het is ook een aspect van ongeduld. Ik ben een heel ongeduldig mens. Bij overleg over hoe je een probleem moet oplossen, waar je eigenlijk andere mensen het voortouw wil geven en je ook wil zien hoe de groep tot de best mogelijke oplossing komt, dat ik toch even binnenschiet en zeg, weet je, eigenlijk weet ik toch al wat de oplossing is. En dat is niet noodzakelijk de beste oplossing en op zich eigenlijk ook een beetje jammer. En wat te doen? Ja, meestal begrijp je het pas achteraf. Maar om het dan voor het volgende keer te voorkomen, is gewoon ook met mensen in gesprek gaan. En mensen vragen van, joh, hoor, zeg het maar. Wat zal ik anders kunnen doen? Wat zal je zelf prettiger vinden? Voor je eigen ontwikkeling, maar ook om in je samenwerking. En als je die vraag eerlijk stelt, dan krijg je ook eerlijke antwoorden. Dat zijn niet altijd de antwoorden die je graag wil hebben, maar die je toch vooruit laten gaan. Ja. Oké, dan hebben we misschien een flauwe vraag, maar geconfronteerd worden met de dingen die beter kunnen, om het zo maar te zeggen, is misschien niet het leukste wat er is. Maar dan de volgende stap wordt pas echt ingewikkeld. Hoe pak je dat aan? Als je bij jezelf een verbeterpunt constateert, dan kan je daar heel feitelijk mee omgaan. Je kan gewoon een soort van verbeterplan opstellen en milestones definiëren en een tijdplan en welke hulp je nodig hebt om dat doel te bereiken. Maar dat is dan meer zo'n hoofdding. Maar je kan ook een beetje uit je buikgevoel ageren en zeggen van, ja hoor, het is een eerlijk feedback. Laat je daar maar ook een beetje leiden door wat ik het buikgevoel noem. Maar je kan het ook instinct noemen. En het dan gewoon bij het volgende keer beter doen. Ja. En is dat afgaan op dat instinct iets wat je altijd hebt gedurfd? Want ik kan me voorstellen dat ook durf vergt. Nee. Bij gesprekken met wijze mensen die daar ook veel verstand van hebben, die hebben eigenlijk daarop geattendeerd dat je eigenlijk een beslissing op 3 manieren kan doen. Je kan ze doen met je hoofd, je kan je doen met je passie en je kan je doen met je buik. Nou, wat het hoofd, dat is in principe een beslissing over over afwegen van feiten. Een binaire beslissing meestal. Je hart, daar zit passie, daar zit emotie in. Dat kan je op een bepaalde manier leiden. Dat kan je natuurlijk ook misleiden. En ja, de buikgevoel, wat we eerder noemden, de instinct. Dat
is ook een manier om beslissing te nemen. Maar ja, mijn streven is in principe alle drie te beluisteren en dan uit de combinatie tot de beste beslissing te komen. Mooi. Een soort drie-eenheid in jezelf vinden. Ja, vanuit die drie-eenheid even een vraag om terug te keren toch weer bij die prachtige natuur waar we nu toch rondlopen. Ik zag dat ze een route hadden gemaakt met onder andere gedichten. Dat ze per verschillend onderwerp hadden ze gedichten. Dus ik heb die gedichten hier bij me. En nu dacht ik, welk aspect resoneert op dit moment op hart, hoofd en instinct? En ik zal je een paar opties geven. Ik heb ze opgeschreven. Heb je eigenlijk iets met poëzie of gedichten of meer literatuur? Of je vertelt over boeken? Ik lees graag biografieën. Ik lees ook graag maar gewoon een roman. Ik vind lezen ook een mooie manier om tot rust te komen. Maar ik zal me geen literaat noemen. Nee, dat niet. Wat ben je nu aan het lezen? Dit moment lees ik een Engels boek. Reis naar de midden van de aarde is het. Het is een roman over de conflict in Palestina door de lens van een Engelse schrijver. Dus voor mij best wel een beetje heavy kost, maar ik dacht ik probeer wel ook maar iets uit wat maar even iets anders is. Uit de zo gevreesde comfortzone. Ik leg je even de volgende woorden voor. En dan ben ik heel benieuwd wat het gaat worden. De boom. Yardbird. Dus misschien als je met Charlie Parker iets interessants vindt. Insecten. Vogels. De boomdieren. Tuin. Waterlelie. Tuinman. Nou, dan zal ik denk ik voor de boom kiezen. Oké. Nou, dan zal het je niet verbazen. Heb ik daar een gedicht voor. Het gedicht is van Mark Tritsmans. Afgunst. Een boom kiest zorgvuldig zijn plaats om daar nooit meer vandaan te gaan. Met niets dan zonlicht en lucht versterken zijn wortels hun greep op de wereld en neemt in zijn kruin het overzicht toe. Zonder beschutting wordt het leven in alle seizoenen pas echt getrotseerd. Dat op zijn stam onze hand zich soms neervlijt in een groet, of is het een slinkse poging om van zoveel standvastigheid toch iets te ontvreemden? Mooi. De koppeling is misschien dan toch wel interessant gemaakt naar leiderschap. De boom die staat voor de ultieme standvastigheid. Herken je misschien daar ook iets uit? Dat er de positie als leider, het probleem van het feit dat je alleen staat in zekere zin? Die aspect van alleen staan was minder een reden om interesse voor de boom te tonen. Het was eigenlijk meer zo de aspect van een houvast bieden. Ja? In een organisatie die zich snel en vaak verandert. Waar heel veel mensen uitdagingen hebben. Ook jonge mensen die het beroepsleven instappen. En dan vind ik het wel fijn om deze houvast tenminste aan te bieden. Of daarvan gebruik wordt gemaakt, dat is dan even nog een ander verhaal. Dat is denk ik een leiderschapsaspect waar de boom symbool voor staat. Maar een ander aspect is ook het leven met de seizoenen. Kijk, je kan de boom, vind ik, is een prachtig voorbeeld van hoe een seizoen, een kringloop ontstaat en hoe je het kan aflezen. Voorjaar, sappig in de groen staan, de zomer, als hij in volle pracht staat, de herfst, als het begint de bladeren bruin of rood of geel te worden. En dan de winter, waar het een beetje schaarste is, en back to the roots. Dat is zo mooi aan een boom af te lezen. En dat denk ik heeft ook iets met leiderschap te maken. Je hebt ook in een
in een bedrijf een soort van seizoensleven. Of het nu een budgettering is, of de of het eindjaardoelen bereiken. Of een hele carrière van een medewerker begeleiden. Of de fases van een carrière van. Of het collega's zijn die nu juist zijn ingestapt. Of collega's die zich voorbereiden op een pensioen. Ja. Heb je gelukkig ook nog hier en daar. En als je die daarbij kan begeleiden. Ja, ik vind daar, dat is ook een mooie, de boom staat daar symbool voor. Ja. Een boom biedt houvast. Dan moet die boom diepe wortels hebben en die moet die houvast ook voelen. Voel jij die of hoe is dat zo ontstaan? Ja, daar heb je absoluut een punt. Eigenlijk een heel mooie punt. De sterkste boom is alleen maar zo sterk als zijn wortels, zijn aarde. Dus je moet eigenlijk voor jezelf ook zorgen dat je geaard bent. Dat je tevreden met jezelf bent, met wat je doet, met wat je wil bereiken. Dat je op jezelf kijkt en zegt van ja, ik zit op mijn plek. Hmm. En dat kan vaak een zoektocht zijn. Maar soms kan je ook gewoon zeggen van nee, het is goed zoals het is. En alles daartussen is ook mogelijk. Het is natuurlijk ook een reis. Gaat een boom niet op reis, moet je wel die houvast voor jezelf vinden. Dat doet niemand anders voor je. Nee. En hoe vind je die? Ja, eigenlijk. Ik denk, je zoekt daar je hele leven naar. Tenminste, ik. Ook als je een mentaliteit hebt van alles kan kunnen en willen verbeteren, dan wil je eigenlijk ook jezelf altijd verbeteren. Maar als je toch met de tijd wat ouder wordt, ik ben nu 47, bijna, dan realiseer je ook van je kan het leven ook een stukje of je ja, toe laten komen. En je kan toch niet alles beïnvloeden. Dus moet je daarmee ook niet steeds bezig zijn. Laat het maar gewoon gebeuren. En zorg ervoor dat je gelukkig bent, dat je gezond bent. Hè? Je kan alleen maar een gezonde lichaam tevreden zijn. En dan komt het wel zelf goed. Mooi. Ene laatste vraag. Waarom doe je mee aan dit gesprek? Ik vind leiderschap gewoon een mooie thematiek om daarover te spreken. Als je zelf leiding geeft aan een groot team of mede aan een organisatie, dan is het soms een beetje moeilijk om ja, hierover te sparren met iemand. En dus ik vond het wel fijn om de leiderschapsverhalen en ervaringen van andere mensen te horen. Dus als jullie me hebben gevraagd of ik mijn verhalen zou willen vertellen, was de logische conclusie dat ik dat dan ook zeker ga doen. Mijn laatste vraag. Wat wil je weten van het volgende gesprek, van de volgende persoon die ik ga interviewen? Daar moet ik even een momentje over nadenken. Ik denk, het is eigenlijk heel simpel te beantwoorden. Welke ervaring heeft je tot een betere leider gemaakt en waarom? Laatste vraag. Wil je hem zelf beantwoorden? Oké, nou, die zat er aan te komen. Het is, voor een gedeelte had ik het eerder al benoemd. Als je jezelf open en kwetsbaar stelt, gaan dat de mensen om je heen ook doen. Dat is denk ik een heel belangrijk aspect van leiderschap.
Mag ik ook twee noemen? Ja. Prima. Ik denk de andere is, zorg dat je de omgeving in wie je werkt of voor wie je verantwoordelijk bent, dat de mensen een gevoel van veiligheid hebben. Dat zal misschien een beetje verbazen. Je denkt toch, we wonen in Nederland, hier is het toch best wel veilig. Maar dat is minder wat ik bedoel. Met veiligheid bedoel ik een diep gevoel van, in deze omgeving kan ik zijn zoals ik wil zijn. Anders gaan die mensen nooit vooruit gaan. Ze gaan zich nooit echt inzetten en ze gaan je ook nooit een eerlijke feedback geven als deze veilige omgeving niet bestaat. En hoe die veilige omgeving te creëren gaan we het de volgende keer over hebben, denk ik. Jens, ik wil je ontzettend bedanken dat jij het spits hebt willen afbijten voor deze podcast Club Groeneveld, Sublime. Heb je nog één ding wat je wil meegeven of zeggen? En anders dan doe ik gewoon de microfoon uit en bedank ik je. Het was ontzettend fijn. Ik heb genoten van het gesprek met jou. Ik heb niet alleen maar iets kunnen meegeven. Ik heb zelf ook daarvan kunnen profiteren of nieuwe inzichten kunnen zamelen. En je hebt me verzorgd van een moment van rust op een drukke dag. En dat is altijd een cadeau. Kijk, dankjewel en tot de volgende. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl.